In het kader van de Week van het Geld werd door het college van burgemeester en wethouders veel aandacht besteed aan het thema geld onder Helmondse jeugd. Naast verschillende gastlessen die collegeleden gaven op verschillende basisscholen en ook op een middelbare school, was er een masterclass op het ROC Ter A. Nee, jongeren gaan niet slechter om met geld, maar je moet het wel leren. En wij zeggen, jong geleerd is oud gedaan. Dat geldt in het hele leven, maar dat geldt ook voor omgaan met geld. Nou, we hebben in ieder geval overal het gesprek zijn we aangegaan op scholen, zowel op basisscholen als op middelbare scholen, om hoe ga je nou verantwoord met geld om? Want wat ik zie is dat als je dat niet vroeg genoeg geleerd hebt, dat je later in de schulden komt en dat je op een gegeven moment geen grip meer hebt op je portemonnee, op je geld, dan doet dat heel veel met je sociale leven. Dus hoe eerder je het leert om goed om te gaan met geld, hoe beter het is voor later je toekomst. Als je, zeker als student, een zorgverzekering hebt, dat je ook recht hebt op zorgtoeslag. Dat je onder sommige omstandigheden kunt lenen bij DUO en hoe je dat op een verstandige manier doet, waardoor je niet te veel schulden hebt als je klaar bent met je studie en dat je dan je hele leven blijft afbetalen. En we helpen mensen om te bedenken hoe je op een goede manier met geld kan omgaan. En dat wordt steeds relevanter naarmate je ouder wordt. En 18, als je 18 wordt, is daarin een heel belangrijk jaar. Want dan ben je financieel volwassen. Dan gaan we van dit land vanuit dat je je eigen zaken goed kan regelen. De jongeren die 18 worden, dat daar veel verandert in hun leven. Dat je dan een ziektekostenverzekering moet afsluiten. Dat je dan echt financieel verantwoordelijk bent voor je eigen daden. En daar proberen wij jongeren zo goed mogelijk op voor te bereiden, zodat ze zonder schulden het leven in kunnen. Want komt dat vaak voor, jongeren en schulden? Ja, dat komt veel voor. Jongeren moeten vaak lenen voor hun studie. Jongeren moeten hun ziektekosten zelf gaan betalen. En als je zelf geen inkomsten hebt en je ouders betalen dat niet allemaal, dan moet je op een of andere manier lenen. Dan krijg je schulden en je moet proberen die schulden wel zo in grip te houden dat je ze ook kan afbetalen. En de Week van het Geld is met name bedoeld om even te kijken van gaan we allemaal bewust om met geld. Nou, we meten met name voor de volwassenen, want zolang je onder de 18 bent, zijn je ouders nog mede verantwoordelijk. Maar 1 op de 5 huishoudens in Nederland loopt het risico op een problematische schuld. 1 op de 5 huishoudens heeft ook helemaal geen spaargeld. En nog eens een keer 20% van de mensen heeft minder dan 5000 euro spaargeld. En dat is eigenlijk vaak net niet genoeg om een echte stevige tegenvaller te kunnen verwerken. Dus 40% heeft best een probleem als er een financiële tegenvaller komt. Nou, in ieder geval er een gesprek over te hebben. Niet veel geld uitgeven als je het niet hebt. En als je gaat lenen, moet je echt heel goed nadenken hoe betaal ik het terug. En een beetje weerstaan van de verleiding. Want de reclame van alles met merken en dat soort zaken, als je niet kan betalen, moet je gewoon niet doen.